Ja, vrienden, zo bij het heen gaan van Piet Schrijvers. Ja, dan wil ik toch nog even een persoonlijke verhaaltje vertellen over Piet. Want Piet, ja, Piet was natuurlijk toch een mannetje bij Ajax. Zeker, ja. Met die hoge stem ook. Even meegen. Geen geintjes, hè. Dat, zo'n stem. Ja, Piet Schrijvers, ja. Het was inderdaad... De beer van de meer, want het was inderdaad een slagschip. Dat was het, ja. Er kwam gewoon een Boeing 747 kwam er gewoon op je af. Als je dus één op één op hem afging, op Piet Schrijvers, dan was je gewoon kansloos. Bal ging er gewoon niet in. Piet was de klassieke keeper gewoon. Heel klassiek. Ik bedoel, hij stond daar gewoon om die ballen tegen te houden. Had hij die hoge kicks aan. Weet je, die Adidas kicksen. Die gingen over zijn enkels heen. Weet je, het was toen hip. En dan had hij zulke grote van die noppen eronder. Van die grote stalen noppen. Die zaten eronder, ja. En er stond, en er, nou ja. En die jongens bij Ajax, die spelers ook. Hè? En dat waren toen niet de kleinste. Die waren gewoon bang voor hem op de training. Die durfden gewoon niet één op één om hem af te gaan. Liever niet. Want hij ontzag je niet, hè, Piet. Hij ging er gewoon vol in met dat enorme gewicht van hem. En hij nam alles mee. Ja, dat was Piet Schrijvers. Alleen hij had de pech dat hij, want dat raakte toen in, dat ze moesten meevoetballen. Nou, en daar was Piet eigenlijk niet zo goed in. En dat kostte hem bijvoorbeeld ook vaak een plekje in het Nederlands elftal. En ik interviewde hem vaak dan. En dat was dan voor de radio in het begin en voor de tv. Maar dit verhaal gaat dus over de radio. Toen maakte ik het radioprogramma tussen start en finish. En ik ging met mijn bandrecordertje en mijn microfoon naar Piet Schrijvers. Toen woonde die in Apkoude. Kreeg ik natuurlijk een kopje thee van zijn vrouw Katie. En ik ging een itempje maken over zijn handschoenen, keepershandschoenen. Weet je, gewoon een lullig itempje. Trui, keeperstrui en zijn petje en hoe die zich voorbereiden en dat. Gewoon zo'n soort onderwerpje. Maar Piet, en we hebben het over ergens augustus, denk ik, van 1979. En Piet, die stapte helemaal van het onderwerp af. Ik zit over die handschoenen te praten met hem. En ineens begon hij over de trainer. Piet begon over Cor Brom. Hij was toen trainer van Ajax. En Piet die ging me daar een potje los over die Cor Brom. Die was net kampioen geworden met Ajax. En hij had de beker gewonnen. Dus er was eigenlijk niet zoveel aan te merken op Cor Brom. Maar er was dus wat gebeurd. Ook in het trainingskamp van Ajax. Hij had dus cadeautjes aangenomen. Stukken varkensvlees en een paard. En weet ik veel wat. En het ging buiten de spelers om. En de spelers hadden in één keer helemaal genoeg van die Cor Brom. Waren helemaal klaar met hem. En die Piet, die kon dat gewoon niet voor zich houden. En die was natuurlijk toen een hele belangrijke stem bij Ajax. En die stapte helemaal van het onderwerp af bij mij. En die ging tekeer over die Cor Brom, zeg. Nou, niet te geloven. En ik dacht van, jeetje. Dus ik op een holletje naar de studio. Ik denk, oh ja. Ik heb dat uitgezonden. En ik had gewoon mijn eerste grote primeur. Ja, dankzij Piet Schrijvers. Ja, en Cor Brom. Die werd heel snel daarna werd hij ontslagen. Want alles wat Schrijvers zei werd overal geciteerd. En bij tussen start en finish zei Piet Schrijvers dit en dat. Ja, en dat had ik allemaal aan Piet te danken. Ja, dus nog nu zeg ik, dankjewel Piet Schrijvers. En rust zacht, Beer van de Meer.